Hallo allemaal, welkom bij deze kleuterdansles voor thuis. Deze dansles kun je thuis in je woonkamer doen of misschien op je eigen kamer. In ieder geval een plek waar je genoeg ruimte hebt. Misschien moet papa of mama even helpen met wat meubels aan de kant schuiven, zodat je genoeg plek hebt om te dansen. Trek lekker je danskleren aan en dan kunnen we beginnen. We gaan eerst even beginnen met een opwarming. We dansen zo meteen door de kamer en dat doen we met een huppelpas. Daarbij spring je van je ene op je andere been en je trekt je knieën zo hoog mogelijk omhoog. Maar als de muziek stopt, stop jij ook en dan maak je een standbeeld. We doen de stopdans. Maak volgende keer een zo groot mogelijk standbeeld. Naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we klappen, 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 klappen op de beat. Net als de rest, want bewegen is gezond. Doe je handen. En kun je ook een heel klein standbeeld maken? Links naar rechts. En we springen, 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 springen in de lucht. Maak volgende keer een standbeeld op je tenen. Oh. En draai je armen in het rond. Oh, oh. Maak volgende keer een standbeeld op één been. Grond. Oh, oh. Doe nu je vingers op je hoofd. En move, move. En volgende keer op het andere been. Oh. Move, move. En geniet van deze. Maak volgende keer een standbeeld op je buik. Oh, yeah, yeah. Okay, dan tellen we nu al. En volgende keer op je rug. Je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts. We gaan van links naar rechts. Een standbeeld op je knieën volgende keer. Net als de rest, want bewegen is gezond. Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts. Volgende keer op één knie en één hand. En we springen, 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 springen in de lucht. Met als de rest van bewegen is. Twee handen en twee voeten volgende keer. Mee, wordt al gezellig, doe maar mee. Maakt meer plezier. Volgende keer op twee knieën en één hand. Oké, dan tellen we weer. Twee handen en twee voeten. Links naar rechts, van links naar rechts. We gaan van links naar rechts. En we klappen, klappen. Niet bewegen. Rest, want bewegen is gezond. Doe je handen maar omhoog en zij van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we springen, 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 springen in de lucht. Met als de rest. Dansen jullie mee op reis? We gaan vandaag met deze kleuterdansles op reis. En dat gaan we doen met een magische trein. Maar voordat wij in de magische trein gaan, gaan we nog even samen dansen. Zoek in huis iemand om mee te dansen. Misschien papa of mama of een broer of een zus. Pak je de handen vast en dan ga je tegenover elkaar staan. En dan schuif je tegelijkertijd met je voeten over de vloer. En dan spring je omhoog. Samen tegelijkertijd. Moet je dus wel samen goed sturen in de kamer welke kant jullie opgaan. En nu op muziek. Samen houden vast. Dansen door de kamer. Thank you.
dan nu op reis met de trein. We mogen vandaag mee met een trein die ons in fantasielanden brengt. Het eerste station waar we uitstappen is in Kasteelland. Daar zijn geen gewone huizen, maar daar woont iedereen in zijn eigen kasteel. En ze houden daar iedere dag feestjes. Hoe denk je dat ze daar zullen dansen? In dit blikje zitten de dansopdrachten die wij moeten oefenen voordat we naar Kasteelland mogen. Laten we eens kijken. Oh, er zitten allemaal briefjes in, kijk. En op die briefjes staan de oefeningen die we moeten kennen voordat we naar Kasteelland gaan. Laten we dat op muziek gaan oefenen. Het eerste briefje haal ik er vast uit. Spannend. Buigingen maken. Kunnen jullie een mooie buiging maken? Ik zie dat voor me, dat ze dat heel groot doen en heel sierlijk en dan heel laag naar beneden. De prinsen, de prinsessen, die hebben vaak zo'n hele grote jurk aan met een grote rok. En de prinsen noemen ze juist stoer met de hand achter de rug. Of vinden zij een stoer prinsenbuiging. En nu op muziek. Dans door de kamer, heel sierlijk en deftig. En je maakt overal mooie buigingen. Misschien kan je een mooie buiging maken voor papa of voor mama. Of een stoere buiging voor je zusje of je broer. Het volgende briefje met de volgende dansopdracht voor Kasteelland. Rondjes draaien. Dat is ook een leuke. Dat doen ze natuurlijk ook in het kasteel. Dat kan je doen net als dat we net hebben gedaan. Met de handen vast, met iemand samen. Maar misschien kan je ook wel in je eentje rondjes draaien. Met je handen in je zij. Een langzaam rondje. Of misschien kan je proberen om een rondje op één been te draaien. Of misschien kan je wel een rondje springen. Of met heel veel sprongetjes, een rondje. Verzin zelf maar iets leuks. Dat gaan we eens oefenen op muziek. Misschien heb je een vriendje of een vriendinnetje vandaag bij je thuis. Of een broer of een zusje. En dan ga je eerst samen lekker dansen. En dan zingen ze in het liedje een refrein. Dat is het stukje van het liedje wat een paar keer terugkomt. En dan maak je eerst een grote buiging naar de ene kant. Dan een grote buiging naar de andere kant. Dan draai je een rondje. En je wijst naar voren. Rondje andere kant op. En armen omhoog. En omlaag. Dan gaan we dansen op onze tenen, wat we net ook hebben geoefend. En dan doen we nog een keer een buiging naar de ene kant, buiging naar de andere kant. Draai een rondje. En wat deden we dan ook weer? Wijs naar voren. Een rondje naar de andere kant. En wat deden we dan? Met onze armen omhoog en omlaag. En dan doen we de laatste beweging die we ook hebben geoefend. En dat is rondjes draaien. Hou vast! Eerst samen dansen!
nou soms een beetje dromen, want dat doet hij nu en dan. Ach, mijn val er nooit van komen, maar ik heb een prachtig plan. Ik zou koning willen worden van een middeleeuws kasteel. Een kasteel met gouden borden en met kussens van fluweel. Voor de poort aan twee soldaten met een trom. Krijgen die jou in de gaten, doen ze rom, 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 rom. Dus dan zeg je, mannen stoppen, en dan stoppen ze los. Ga voor je dat? En dan moet je heel hard kloppen, want de rest die doet het niet. Een grote buiging! In het kasteel, in het kasteel, staat een handje op de troon. In het kasteel, in het kasteel, is nou doodgebon. Handje! Ze gaan. Oefening heb je kussens nodig. Vraag eerst even aan papa en mama welke kussens je mag gebruiken. En vervolgens leg je de kussens neer in de kamer, waar je maar wil. Dat hebben we nodig voor het volgende land waar we naartoe gaan. We gaan namelijk naar Trampolineland. Daar is geen straat, geen weg, geen gras, geen stoep en zelfs geen fietspad. Op de vloer hebben ze daar alleen maar trampolines. De kinderen in Trampolineland kunnen dus heel goed en hoog springen. En dat gaan jullie nu ook oefenen. Ga zo meteen over alle kussens die je hebt neergelegd springen. En dat kan je doen natuurlijk met je ene been eerst en dan je andere been. Maar misschien kan je ook wel eens springen met twee voeten tegelijkertijd. Of misschien kan je wel een hele gekke sprong maken. Spring over de kussens. Thank you.
dan is het nu tijd om met de trein mee op reis te gaan. De kussens zijn weer opgeruimd, want we hebben hartstikke goed geoefend voor Trampolineland. We kunnen met de stoomtrein mee. En dan rijden we eerst naar Kasteelland en dan naar Trampolineland. Stap maar in de trein. Spelletje. Je hoort in de muziek gelijk wat je moet doen. Doe je handen omhoog en je handen omlaag. En je handen omhoog en je handen omlaag. En dan gaan we rondjes draaien. En dan spring je heel hoog in de lucht. Doe je handen op je hoofd en je handen op je knieën. En je handen op je hoofd. En dan gaan we rondjes draaien. En dan spring je heel hoog in de lucht. Doe je hand op je oren. En je hand op je neus. En je hand op je oren. En je hand op je neus. En dan gaan we rondjes draaien. En dan spring je heel hoog in de lucht. Doe je hand omhoog. En je hand omlaag. En je hand omhoog. En je hand omlaag. En dan gaan we rondjes draaien. En dan ga je zitten op de grond. Dit was de kleuterdansles voor vandaag. In de volgende les gaan we met de trein naar nog twee landen. Welke leuke landen zullen we dan tegenkomen? Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dansen jullie volgende keer weer mee?